Hallo en welkom weer bij... Waarom zie je nu alleen mijn voeten? Waar slaat dit op? Kan iemand mij alsjeblieft even helpen? Ja. Godzalle. Het is ook de bedoeling dat je dat ding op het statief zet, ja. Snap je dat? Oh. Vervelend. Zo, dan zetten we erop. Dan draai hem even. En dan staat hij. Snap je dat? Oké. Amateur. Hi. Welkom weer bij een nieuwe video. Soms hè, dan irriteer je zo erg op het werk. Gewoon aan mensen of dingen die er gebeurd zijn. En wat ik je nu ga vertellen in deze video is letterlijk gebeurd. Ja, niet letterlijk, maar het is wel gebeurd. Ik haat late reacties. Reageer gewoon op tijd. Dank je. Zo, die video is eindelijk af. Dus laten we hem gaan verzenden. 2000 years later. Hey! Oh, hey! Ja, even over die video, hè. Ik vind toch eigenlijk dat die mensen eruit moeten. En ja, dat ze toch te dicht bij elkaar staan. En kleurgebruik niet goed is. Ik heb letterlijk die video een week geleden ingeleverd. Kon je niet even eerder reageren? Nee, dat kan niet. Maar nu moet ik hem veranderen. Ugh, en dan moet je ook nog eens 80 versies maken voordat het echt af is. Zo, versie 2 is aangeleverd. Is hij goed zo nu zo? Nee. Kan je toch nog even dat pijltje erin zetten? Ja, oké. Nou, pijltje staat erin. Is dit nu goed? Nee. Doe toch maar dat pijltje eruit. En dan een tekstje erbij. Ze zijn huisgenoten. Ja. 6.5 hours later. Nee, laten we het toch maar weer anders doen. Wel met dat pijltje, maar dan ook met die tekst. Wel, maar dan, weet je wel, erboven, snap je? Ja. Ja, zo wil ik het. En dan ook nog even terug naar het andere gedeelte waar ik het over had. Kan je niet gewoon even in één keer zeggen wat er allemaal veranderd moet worden? Want nu heb ik al 80 versies. En dan van die collega's die gewoon niet in je agenda kijken. Hallo? Nee, ik kan niet. Ik heb het druk. Heb je dan niet in mijn agenda gekeken? Ja, dat zal ik dan eerst wel even gaan doen, hè, voordat je mij gaat bellen. Doei! Oh my god. En dat mensen denken dat jij hun secretaresse bent. Ik ga nu alvast even mailen naar zus, zodat, zodat ik dat niet hoef te doen. Weet jij wat een secretaresse is? Ja, een secretaresse is iemand die iets voor je... is iemand die dingen voor je regelt en dingen voor je doet. Ja, dat klopt. En ik ben je secretaresse niet. Dus doe het even zelf of huur een secretaresse in. Maar ik heb in ieder geval geen tijd hiervoor. Sorry, oké. Ik ga al. En wat helemaal erg is dat iedereen zich ergens mee bemoeit. Hey, Rebecca. Ja, ik heb heel vervelend nieuws, maar je moet toch even die mensen eruit halen. Want weet je, met corona kunnen ze toch niet naast elkaar staan. Dus kan je dat nog even veranderen? Dat zal ik ook nog wel even veranderen. Top, thanks. Je bent de topper. Kan je nog even de kleur veranderen? Groter maken. Hey, ja, kan je dat... Kan je die kleur van het pijltje veranderen? Mijn nieuw van die ondertiteling is net iets te dik, dus kan je dat weer even verkleinen? Zo, dat was een leuke video. Nou, je kan wel merken dat die irritatie bij mij erg hoog zitten. Maar ja, weet je, we leven gewoon door. En voor de collega's die deze video bekijken, neem dit niet te serieus en te persoonlijk. Of misschien wel. En dan wil ik weer hartelijk bedanken voor het kijken.
Ja, als je het leuk vond, doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier beneden, want daar maak je mij super gelukkig mee. En dan ga ik er weer vandoor. Joe! Ja, maar nu staat dat ding te hoog. Daar kan ik toch niks mee? Ja, hallo. Ik blijf niet bezig.